Hoeveel mensen waren vorig jaar slachtoffer van cybercrime? Welke vormen van cybercrime kwamen het vaakst voor? En hoe vaak deden slachtoffers aangifte? Van de internetgebruikers van 12 jaar en ouder was vorig jaar 8,5% slachtoffer van cybercrime. Dit zijn 1,2 miljoen mensen. Jonge internetgebruikers waren vaker slachtoffer dan ouderen. Op 3 staan de interpersoonlijke incidenten zoals stalking, laster of zelfs bedreiging. Meestal gaat dit via social media, WhatsApp of sms. 1,4% van de internetgebruikers van 12 jaar en ouder heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad. Op 2 staat hacken en op 1 staan de vermogensdelicten. Het bekendste voorbeeld van een vermogensdelict is de aankoopfraude. Je koopt iets online, maar je product of dienst wordt nooit geleverd. 23% van alle slachtoffers van aankoopfraude deed hiervan aangifte bij de politie. Bij hacken is dit minder dan 3% en bij stalking is dit 11%. Wilt u nou meer weten over cybercrime en digitale veiligheid? Ga dan naar cbs.nl.